Geen enkele dag is hier hetzelfde. Je kan een wakkere patiënt hebben, maar je kan ook een patiënt hebben die aan de beademing ligt. Je hebt bijvoorbeeld dialysetherapie. Het is meer technisch dan op de verpleegafdeling. En dat maakt het eigenlijk ook heel erg interessant. In Nicasia zijn we er trots op dat we ons met hoofd, hart en handen inzetten voor de patiënt en elkaar. We zijn een middelgroot ziekenhuis waarin je vrijwel alle specialismen vindt. Met elkaar werken we aan continu verbetering van onze kwalitatief hoogwaardige zorg. Samen zijn we beter voor elkaar. Hoi, welkom op de intensive care van het Nicasia ziekenhuis. Lopen jullie mee? In eerste instantie had ik nooit zo'n goed beeld van de IC. Ik dacht dat zijn allemaal hele zieke mensen die aan een beademingsmachine liggen. Maar uiteindelijk heb ik wel echt hier mijn plekje gevonden. Je hebt heel nauw contact met naasten van de familie en je kan ook echt heel veel betekenen voor iemand. Sommige patiënten hier liggen hier ook wel echt wel lang, kan soms echt maanden zijn. En ja, dan hoop je er echt voor die patiënt er te zijn. Ik ben echt onderdeel van een team. Verpleegkundigen en artsen samen doen hier het werk en je kunt meedenken. Nou ja, en over de dag communiceer je met verschillende disciplines hoe we ervoor kunnen zorgen dat een patiënt beter wordt of in ieder geval comfortabel is. De opleiding die duurt ongeveer 1,5 jaar en je begint bijvoorbeeld met een wakkere patiënt en je gaat eigenlijk de moeilijkheidsgraad bij een patiënt, dat bouw je op en uiteindelijk kom je bij een patiënt die aan de beademing ligt, dialysetherapie krijgt. Dus je gaat van een redelijk stabiele patiënt naar een hele instabiele patiënt. Er is een praktijkopleider van de IC en daarnaast krijgt iedere leerling 3 werkbegeleiders toegewezen. Dat zijn vaste werkbegeleiders waarmee je je beoordelingsgesprekken ook voert. En er wordt altijd gevraagd van sowieso wat je leerdoelen zijn, maar ook waarin je begeleiding wilt hebben. En zo wordt iedereen op zijn eigen niveau eigenlijk begeleid en word je niet aan je lot overgelaten. Ik denk dat je met ons werk echt opkomt voor de patiënt. Iemand is op het kwetsbaarste moment in zijn leven. Jij bent dan eigenlijk een beetje de woordvoerder van de patiënt. Ja, je hebt gewoon heel veel contact met patiënten en je komt heel dichtbij. Zeker als een patiënt heel ziek is, dan ook met familiebegeleiding heb je dan ook heel veel te maken. En dat maakt het werk ook wel echt heel mooi. Dat je even iemand zijn hand vastpakt en dat je er op zo'n moment gewoon kan zijn voor iemand. Dat gaat niet over materialistische dingen. Dat gaat denk ik gewoon over de glimlach en de dankbaarheid die je terugkrijgt van familie en patiënten. Ik denk dat we daar echt voor doen. Het kleine van het ziekenhuis is denk ik wat het maakt dat ik hier zo graag werk. Het is een beetje het ons kent ons. Als team hier hebben we ook echt een enorm hechte band. We hebben enorm veel lol met elkaar, maar ook als er dingen gebeuren die echt impact hebben op iemands leven, dan staan we ook gewoon voor elkaar klaar. En dat is denk ik heel belangrijk voor een IC, omdat je heel veel heftige dingen mee kan maken, ook dat je het ook met elkaar kunt delen. Ik krijg er heel veel waardering van, dat het werk wat ik doe, dat als fijn wordt ervaren. En dan ga je met een voldaan gevoel naar huis. In Nicasia maak jij het verschil. Kom je ook werken bij Nicasia? Bekijk de vacatures op werkenbijnicasia.nl.